Hoi allemaal, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ja, ik ben dus net terug uit Curaçao. Gisteren thuisgekomen en vanochtend heb ik voor het eerst een yogales gedaan. Want die is nieuw bij ons op de dansschool. En ik heb het gedaan en het was eigenlijk best wel chill. Moest wel redelijk vroeg op. Nou ja, het is niet echt vroeg, het is om 9:30. Maar omdat ik natuurlijk nog wel een beetje last heb van mijn jetlag, was het wel even vroeg. Maar goed, dat is misschien juist wel even goed. Want anders was ik waarschijnlijk echt tot 12 uur blijven slapen. En je kan maar beter gewoon weer een beetje in het ritme komen. Dus dat is eigenlijk wel goed voor me. Maar goed, het was in ieder geval best wel chill. En ja, het is mega koud buiten. En ik word er helemaal lijf van. Je kan wel begrijpen dat als ik net uit 30 graden kom, een week lang. Gevoelstemperatuur misschien nog wel hoger. En dan nu opeens in 0 graden kom. Dat ik dit echt niet aan kan. Het is echt zo koud. Dus ja, ik lig nu ook in mijn bed weer. En daar blijf ik denk ik de rest van de dag liggen. Maar ik ga niet slapen of wat dan ook. Tenminste, dat is niet de bedoeling. Ik moet namelijk heel hard gaan leren deze week. Want ik heb zaterdag een muziektheorie en solfège toets. En ik maak me daar eigenlijk best wel druk om. En dat haat ik altijd zo aan mezelf. Want dan heb ik net vakantie gehad, helemaal tot rust gekomen. En dan kom ik terug en dan kan ik me weer zo druk maken om dingen. En kan ik weer zoveel stress krijgen gelijk. En daar word ik gewoon helemaal gek van. Omdat ik altijd zo, ik heb altijd zo'n angst voor toetsen maken. En dat ik het helemaal ga verpesten. En dan ga ik alle scenario's in mijn hoofd halen. Dat ik het allemaal niet ga halen en bla 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 bla. En dat is gewoon zo stom. Want er zijn wel dingen die ik wel kan, weet je wel. Maar ja, dat zit gewoon in mij. Ik heb gewoon een beetje faalangst. En ja, in ieder geval ga ik vandaag leren. Ik ga nu eerst een keer in mijn bed nog heel even YouTube filmpjes kijken. Want ik heb letterlijk 2 weken geen YouTube filmpjes gekeken. Natuurlijk ga ik dan niet alles terugkijken. Maar gewoon even kijken of ik nog een leuke video zie. En dan ga ik zo beginnen met leren. Echt helemaal geen zin in, maar ik moet wel, want anders gaat het helemaal mis. Ik heb eventjes mijn keyboard weer in mijn kamer gezet. Normaal staat hij altijd bij mijn broertje in de kamer, omdat hij bij mij eigenlijk niet echt past. Ja, het past wel, maar ja, het is officieel mijn keyboard. Maar mijn broertje die vond het wel prima als hij hem in zijn kamer had staan, want hij had toch nog ruimte. Maar ik heb hem nu even hier gezet, zodat ik hier gewoon makkelijk solfège kan leren. En ik heb nu even een bakje yoghurt, want ja, lekker met fruit en vlokken erin. Want ik hou wel van een beetje chocolade doorheen. En ik kijk Sabrina de vlog om even pauze te nemen van het leren. Hii. Nou, en zo zie ik er op dit moment uit. Wacht, ik wil jullie even neerzetten, maar moet ik even dit omhoog doen. Oh, wat lijkt ik bruin zo. Dit is echt niet normaal. Ik zit dus weer eventjes aan een bakje yoghurt met fruit. Ja, dat ga ik deze paar weken sowieso vaker doen. Überhaupt ben ik echt van plan om weer gezonder te gaan eten. Want ik heb de afgelopen 2 weken letterlijk alleen maar pizza, pasta, patat, 0 groenten, bijna geen fruit. Ik heb bijna niks gezonds gegeten deze 2 weken. In Oostenrijk en in Curaçao niet. Curaçao viel op zich nog wel mee, maar Oostenrijk heb ik echt alleen maar slecht gegeten. Dus ik ga de komende tijd echt weer eventjes gezonder eten, beter eten, weer goed bewegen. Want ik heb ook heel erg gemerkt dat ik toch steeds niet helemaal blij ben met mijn lichaam. Ik weet dat ik niet dik ben, maar ik ben ook niet heel erg dun. Ik zit er net een beetje tussenin. En ik merk gewoon dat ik daar toch af en toe best wel onzeker van word. Ik wil gewoon graag wat strakker zijn. Ik wil wat gewoon mezelf beter voelen in mijn lichaam dan dat ik dat nu voel. Het is niet verschrikkelijk of zo, maar ik vind mezelf ook niet echt dik, maar ik vind wel dat het beter kan. Zeker nu, na deze 2 weken, is het echt, nu ben ik echt wel weer op een level dat ik denk, nee. Ik zie gewoon wel dat ik ben aangekomen de afgelopen 2 weken. En daar ga ik gewoon weer even wat aan doen. Dus ja, gewoon goed eten. Dat is mijn belangrijkste voornemen voor nu. En dan natuurlijk ook gewoon bewegen, maar dat deed ik sowieso altijd al. Alleen ik wil ook gewoon echt even weer goed op mijn eten gaan letten. Dat is gewoon iets wat ik nu de komende tijd echt weer even wil doen. Er zullen vast wel wat tegenslagen komen in dat proces. Want ik ken mezelf, ik hou gewoon heel erg van eten. En daardoor vind ik het soms echt super moeilijk om me aan het gezonde eten te houden. Maar ik ga het wel proberen.
Het is alweer helemaal donker buiten, maar ik ben klaar. Nee, bijna klaar. Maar ik ben bijna klaar met mijn planning voor vandaag. Ik weet niet, het was echt verschrikkelijk. Ik heb het allemaal wel gedaan, maar als ik erover na moet denken dat ik dit nog 3 dagen lang moet doen, dan ga ik denk ik echt emo worden. Maar oké, in ieder geval. Ik moet nog 2 dingen van mijn to-do-list doen. Ik ga even het licht aan doen. Zo, wat een lelijk licht. Zo, nou. Dit licht is echt altijd zo afschuwelijk. Maar goed. In ieder geval, ik moet dus nog 2 dingen doen van mijn to-do-list. Maar ik heb nu echt geen zin meer. Ik ga zo meteen eten. Ik ga straks sporten. En dan ga ik daarna in bed nog wel eventjes de laatste dingetjes doen. Het zijn 2 dingen die niet heel erg zijn om te doen. Dan gaan we morgen weer verder. Ik ben er gewoon nu al klaar mee. Maar ik weet gewoon dat ik dit moet doen van mezelf. Want anders ga ik zaterdag echt huilen. Tijdens die toets. En dan ga ik helemaal stressen. Dus ik kan maar beter nu gewoon goed mijn best doen. En even doorbijten. Want anders ga ik echt spijt krijgen. En ga ik mezelf echt neerschieten zaterdag, denk ik. Dus ja, maar het is niet leuk. Het is niet zo'n leuk weekje dit. Maar ja, als je erover na moet denken dat dit het enige is wat ik echt moet leren in het jaar. Plus dan nog een keer deze toets. Dan valt dat best mee. Want verder is alles wat ik moet doen voor de vooropleiding gewoon heel erg leuk. Alleen zo'n versje niet. En deze toets is gewoon even vervelend. Maar goed, er zijn ook mensen die een studie doen en superveel moeten leren. Dus dan denk ik van, hey Pam. Sst. Maar nog steeds is het wel vervelend. Ik weet niet. Ik snap dat sommige mensen misschien nu denken van, hey fuck you, ik moet superveel doen voor school, bla bla bla. Maar ja, alsnog is dit gewoon niet leuk om te doen. Ik merk nu toch wel dat ik toch wel een beetje last heb van mijn jetlag. Want het is vandaag, het is nu 22:45 en ik ben echt klaar wakker. Maar ja, dat klopt ook wel, want in Curaçao is het nu pas 7:00 of zo. 17:45 geloof ik. 17:45. Ik ben gewoon helemaal niet moe. Maar ja, ik ga wel straks slapen hoor. Maar ik ga nu eerst in bed nog even lekker chillen, billen. En dan val ik vanzelf wel in slaap. Ik loop echt letterlijk als een oma door huis. Want ik heb gisteren dus yoga gedaan en gesport. En ik heb echt intense spierpijn in mijn rug. En ik denk dat dat door yoga komt, want we hebben allemaal rugoefeningen gedaan. Dus ja, ik heb echt spierpijn in mijn rug. Maar het is ook wel weer lekker, want dat betekent dat hij wel lekker losgemaakt is. Maar ik ben de hele ochtend bezig geweest met muziektheorie. Ik ben nog lang niet klaar, want ik moet ook nog alle solfège doornemen. Voor de mensen die niet weten wat het allemaal inhoudt, weet je, ik ga het niet eens uitleggen. Het heeft gewoon te maken met mijn opleiding en ik moet dat gewoon doen. Got it! Zo lekker! Voor de mensen die hier niks van begrijpen, shame on you. Huis en Home is terug op tv, jongens. Elke dag om 19:30 op Nickelodeon. Dus ja, je weet wel wat ik elke dag om 19:30 aan het doen ben nu. Huis en Home eens kijken! Ik heb het vorig jaar eigenlijk allemaal al teruggekeken. Dus dit heb ik eigenlijk allemaal vorig jaar nog gezien. Of na 2 jaar terug, denk ik. Dus ik weet dit eigenlijk allemaal nog. Maar ik ga het gewoon echt die hard kijken, want love deze serie forever gewoon. Hoi allemaal, het is vandaag donderdag en het is dag zoveel dat ik bezig ben met solfège. En ik ben zo klaar mee. Echt niet normaal gewoon. Ik heb gisteren de hele dag niet gevlogd. Ik ga me niet eens verontschuldigen. Ik heb het gewoon niet gedaan. Dat is jammer, maar nu ben ik er weer. En ik ben gewoon zo klaar met leren. Ik heb er zo geen zin meer in en ik bak er nog steeds helemaal niks van. Dus ik heb gewoon zoiets van, kom maar op met die toets. Ik ga het gewoon doen. En dan zien we wel wat eruit komt. Want ik ben er zo klaar mee. Ik ga zo meteen nog even leren. Maar ik ga even naar zolder toe. Want daar is alles iets meer geïsoleerd. Dus dan kan ik gewoon eventjes wat beter zingen. Vandaag is dus echt weer een leerdag. Ik ben er gewoon echt zo klaar mee. Morgen heb ik zangles. Halleluja, even de deur uit. Niet dat ik heel veel zin heb om 2 uur in de trein te zitten. Maar goed, ik ben dan wel even uit huis. En dat is echt even chill. Ik ben er zo klaar mee met leren. Ik ben echt serieus het domste persoon op aarde. Ik had vandaag om 2 uur een afspraak bij de tandarts. En ik ben het gewoon vergeten. Op zich vind ik het niet heel erg dat ik het ben vergeten. Want ik had er ook echt geen zin in. Het was gewoon zo'n check afspraak.
ook echt zo'n onzin afspraak. Dat je echt denkt, wat moet ik hiermee, weet je wel. Ik ga nu even lekker eten maken. Ik ga wederom weer voor een cracker met avocado en kipfilet. Ik vind dat zo lekker. Dat eet ik nu echt al 3 dagen achter elkaar ongeveer. Sowieso, alles wat ik eet is nu al 3 dagen hetzelfde. Behalve de avondeten natuurlijk. Maar overdag eet ik nu al 3 dagen hetzelfde. Of een broodje pindakaas. Of yoghurt met fruit. Of cracker met avocado en kipfilet. Maar het is gewoon allemaal healthy. Nou ja, broodje pindakaas. Ja, nou ja, het is ook niet ongezond. En het is allemaal gewoon super lekker. Dus ik vind het helemaal leuk. Dus ik ga nu weer even eentje maken. Yes. Heerlijk. Ik word echt een beetje moe gewoon van deze week. Ik kan ook gewoon niks leuks voor jullie filmen. Ik bedoel, het is gewoon echt super frustrerend dit. Want ik wil gewoon een leuke weekvlog maken voor jullie. Maar goed, in ieder geval ga ik nu eventjes mijn Curaçao vlog editen. Daar heb ik ook struggles mee, want sorry, jullie zien mij nu niet zo goed. Daar heb ik super erg struggles mee, want die wil ik dit weekend online gooien. Alleen, ik ben heel perfectionistisch op dit moment erover. Ik wil gewoon dat het een goede vlog wordt. En dat ik hem goed geëdit heb. En ik weet niet. Ik weet nog niet precies hoe en zo. Dus ik weet gewoon niet wanneer die online komt. Maar ik wil hem het liefst dit weekend online. Maar ik heb letterlijk alleen vandaag nog. En morgen nog om te editen. Want zaterdag ben ik echt de hele dag weg. En ga ik ook nog uit. Dus zondag heb ik er ook geen tijd meer voor. Dus ik weet gewoon niet hoe ik het moet doen. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en vandaag heb ik zangles, dus ik ga zo meteen naar Tilburg. En dan heb ik lekker even een zanglesje en evaluatie, dus dat is wel spannend. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd wat mijn zanglerares te zeggen heeft. En ja, eerst gewoon nog even een zanglesje, dus dat is wel chill. Ook al hoop ik dat ik ready ben, want ik ben natuurlijk op vakantie geweest, dus ik heb best wel weinig gestudeerd. Ik ben ziek geweest, dus mijn stem is ook niet helemaal optimaal. Ja, het gaat nu alweer goed hoor. Ik kan wel weer gewoon zingen. Maar het is nog steeds af en toe een beetje gevoelig. Maar goed, dat is niet erg. Maar goed, ik ga zo meteen dus lekker met de trein naar Tilburg. Dus ja, ik vind het op zich ook wel chill om even in de trein te zitten. Gewoon even lekker zitten en niks doen en chillen. Zo, ik ben weer lekker thuis. Terug van zangles. En ik had evaluatie en dat ging eigenlijk heel goed. Ik ga er verder niet te diep op in, want dat vind ik gewoon een beetje privé. Maar het was in principe gewoon heel positief. Natuurlijk ook altijd werkpunten, maar het was over het algemeen gewoon heel positief. Dus dat is heel fijn. En nu ga ik zo meteen lekker Huis en Nooit kijken. Want echt, ik schaam me er niet voor. Ik zit gewoon bijna elke dag nu voor de tv Huis en Nooit te kijken. Want voor de mensen die... Heb ik dat in deze vlog al verteld? Het is dus terug op tv. En ik ben echt fan. En ik vind het heerlijk om alles opnieuw te kijken. Het liefst heb ik eigenlijk gewoon alle dvd-boxen. Want ik wil het liefst gewoon marathons houden. Want nu moet ik elke keer wachten. Maar wie weet koop ik dat nog wel eens een keer op Marktplaats of zo. Want I love it. Dus dat. En morgen heb ik dus vooropleiding. Maar het is een beetje een andere dag. Want we hebben alleen een toets. Alleen mondeling. Dat duurt maar 10 minuten. En drama. Dus ik kan morgen lekker uitslapen. Normaal begin ik om 9 uur. En dan moet ik om 5:30 opstaan. En nu hoef ik er pas om 2:50 te zijn. En ja, dan kan ik dus even lekker gewoon tot 8:30 of zo uitslapen. Dus dat is echt helemaal top. Eén mysterie, 1000 vragen. Dit is het huis. Anubis, meer geheimen. Alle dagen. Dit is het huis. Anubis. Ik ga weer lekker solfège oefenen. Love my life. Yay. Dit gebeurt er als ik intensief aan het leren ben. Ik ben gewoon aan het gloeien, jongen. Ik ben er nu wel echt klaar mee. En ik kan er ook nu echt niks meer aan veranderen. Want morgenochtend kan ik in de trein hooguit naar mijn opnames luisteren. Maar ik kan het niet meer echt oefenen. Dus dit was het. We gaan het morgen zien hoe het zal gaan. En ja. Ik ga lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen weer. Nou, ik ga zo meteen naar vooropleiding. En ik heb er echt geen zin in. Ik heb wel zin in drama vanmiddag, maar echt niet in het mondeling.
Ik weet niet. Ik weet niet. Ik ben niet eens zenuwachtig. Maar ik heb gewoon zoiets van, ja, yo, ik ga het toch niet goed doen. Misschien wel, maar ik denk echt dat het niet goed zou gaan. Dus ik heb echt zoiets van, nou, ik heb gewoon geen zin. Ik wil gewoon niet eens naar binnen stappen en laten zien hoe prutser ik ben. Ik ben weer lekker thuis en mijn toets ging vandaag eigenlijk wel redelijk. Het ging niet echt super goed, ook niet heel slecht. Eigenlijk precies wat ik had verwacht. Gewoon niet heel dramatisch, maar ook niet heel, maar ook niet goed, zeg maar. Ik weet niet of het een voldoende is, zeg maar. Maar ja, dat zien we wel. Het is in ieder geval weer gebeurd. En zoals je ziet ben ik nu helemaal opgemaakt. Want normaal zie ik er echt nooit zo uit na vooropleiding. Maar ik ga vanavond uit. Dat had ik al verteld in deze vlog. In Amsterdam. En daar heb ik echt super veel zin in. Echt niet normaal. Dat is echt lang geleden dat ik uit ben geweest in Amsterdam. Dus ik heb er echt mega veel zin in. Ik ga zo meteen eerst naar Jules. Gewoon lekker chillen. Samen met Bradley. En Linda komt geloof ik ook daarheen. En... ja, dan gaan we straks naar Amsterdam. Ja, kijk met wie ik ben. Wow, super gezellig. Jules. Dat is haar. Mooie hoe de liefde bloeit. Met alles wat hier leeft. Hola, ik ben weer lekker thuis. Ik ben vandaag lekker uit geweest en het was super gezellig. En ik was eigenlijk van plan om met mijn telefoon dingen te filmen, maar dat is niet gelukt. En nu is mijn camera bijna leeg en dat wist ik gewoon. Dus ik ga hem nu opladen en ik ga lekker even chillen in mijn bed. Nou, ik heb dus van 2:30 tot 6:00 geslapen. Wat natuurlijk niet heel slim is, want het is nu, even kijken... 9:30 of zo. En ja, nu ben ik natuurlijk... Ja, ik ben nog steeds wel moe. Dus ik denk dat ik straks gewoon kan slapen. Maar goed, ik ga nu dus even weer naar beneden. Ga ik gewoon even lekker achter mijn laptopie. Nog even wat dingen doen. En dan ga ik straks naar bed. Dus ja. Dus ik denk dat ik gelijk de vlog hierbij afsluit. Want er gaat niet zoveel nuttigs meer gebeuren deze avond. Dus ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Persoonlijk wil ik misschien wel dingetjes gaan veranderen aan mijn weekvlogs. Daar moet ik alleen nog even goed over nadenken. Dus dat gaan jullie misschien wel ontdekken in de aankomende video's. Ik ben even goed aan het nadenken over mijn kanaal. Maar goed, in ieder geval hoop ik dat jullie deze vlog leuk vonden. Zoals jullie ook hebben gemerkt is mijn Curaçao vlog misschien nog niet online gekomen. Die is nog niet online gekomen. Die komt eraan. Die komt even wat later. Want ik wil hem gewoon goed editen en leuk maken. En dat heeft gewoon even tijd nodig. Dus die komt. Maar het gaat gewoon nog heel even duren. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video.